opstelwedstrijd. Lange tonnenproject. En Europese kampioenschappen begonnen. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Zeeschildpadden. We hebben het vaker over deze bijzondere dieren gehad. Maar nu is het toch net iets anders. Vandaag is het namelijk Wereldoceanendag. En daarom heeft WWF Guyana's een opstelwedstrijd over zeeschildpadden georganiseerd. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song all the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song all the do-da. Het doel van de opstelwedstrijd was eigenlijk om meer aandacht te vragen voor marine biodiversiteit. En één daarvan, een van de dieren die vallen onder marine biodiversiteit zijn zeeschildpadden. Dus hebben we zeker gebruik gemaakt van deze gelegenheid om meer aandacht daarvoor te vragen. De mensen zijn ook mijn grootste vijanden, want ze hadden mij bijna gevangen. Maar toen had de meneer ze gestopt om dat te doen. Wat we hebben geprobeerd met dit opstel is om eigenlijk verhalen te krijgen die kinderen aan kinderen vertellen. Voor de jury was het heel erg moeilijk om een winnaar te kiezen. Maar uiteindelijk vonden ze één opstel toch het best. Ik heb de eerste plaats gewonnen en daar ga ik met de klas naar Galibi. Zo'n reisje is hartstikke leuk. Maar natuurlijk is het belangrijk dat de kinderen weten dat wij onze zeeschildpadden moeten beschermen. Mijn boodschap is dat de stropers de eieren niet mogen pakken, oprapen, nog eten. Dat ze de schildpadden niet meer moeten bedreigen en dat ze de eitjes met rust moeten laten. Anders hebben we geen schildpadden meer in Suriname. En ze zijn ook heel lief en ze doen ook niks met jou, dus alsjeblieft laat ze met rust. Demi en haar klas zijn niet de enigen die meegaan naar het zeeschildpaddenstrand. Ook de andere finalisten mogen mee. Alvast heel veel plezier. Een schoon milieu begint bij jezelf. Dat is het thema van het project van de Millennium Development Goal Jeugdambassadeurs. Op de Boegner School is vandaag een speciale milieugroep geïnstalleerd. Rocher, jij wordt geïnstalleerd met de ambassadeur van Doel 7 hier op jouw school. Doe je werk goed en gefeliciteerd. Het gaat om 2 milieuambassadeurs en 10 milieuofficiers. Rocher, die gekozen is tot milieuambassadeur, weet precies wat zijn taak zal zijn tegenover zijn schoolgenoten. Omzetten ze gewoon hun prop in de ton te gooien. Ik moet ook op ze letten dat ze geen propjes zomaar gooien op het schoolerf. Daar zal ik ze ook zeggen om het op te rapen en in de ton gooien. Maar het gaat om meer dan proppen alleen. Het gaat vooral om het op de juiste manier wegdoen van afval. Dat proppen, bakken, verschillen zo in een andere ton horen. En petflessen in een andere ton, omdat je ze weer kan gebruiken. Als je een bakken verschillen met petflessen zet, wil zeggen, je kan het niet meer gebruiken, je gaat alles dan weg doen. Maar als je die petflessen apart zet, kun je het voor een organisatie brengen die het kan recyclen en kan verwerken en iets moois ermee maken. Slippers, schoenen, tassen, brouwfietsen. En die bakkoeverschillen kan je bijvoorbeeld gebruiken als compost en om aarde te maken. Niet om aarde te maken, maar een soort van mest. Soms kan je beide combineren, de petflessen en het compost. Dan maak je eigen creatieve planten of groentetuin. En dat kan er dan zo uitzien. Mooi toch? Want doordat petflessen niet verteren, kunnen ze zeer schadelijk zijn voor alle levende wezens. Dus ook voor ons als mens. Ik kan ziek worden, want ik kan malaria komen en heel veel mosquito. En wanneer het regent, kan je erf onder water zitten, want er is vuil in de goot. Vuil maakt het land vies, slordig. Het wordt niet netjes. Nee, absoluut niet. Daarom is het in dit project belangrijk dat de kinderen leren hoe zij moeten omgaan met hun vuil. En kijk, je kan nog zoveel meer doen met afval dan het hier en daar te dumpen. Het tonnenproject is een test. Als blijkt dat het goed is aangeslagen, zal dit ook op andere scholen geïntroduceerd worden.
Maar denk eraan, willen we echt een schoon milieu, dan moeten we echt bij onszelf beginnen. En niet alleen op school moeten we netjes zijn, we moeten dat altijd en overal doen. Eén bal, 22 spelers en duizenden toeschouwers. De Europese kampioenschappen zijn vandaag begonnen. En deze keer wordt het gehouden in Polen en Oekraïne. De openingsceremonie ging natuurlijk van start met een spectaculaire show. Als je voetbalfan bent, zul je de komende tijd vast genieten. Want een maand lang zullen de beste Europese voetballers van de wereld strijden om gekroond te worden tot Europees kampioen. Voorlopig is Spanje dat nog. Vandaag nam gastland Polen het op tegen Griekenland. De eindstand werd uiteindelijk 1-1, een gelijkstand dus. Het is de 14e keer dat de Europese kampioenschappen worden gehouden. Morgen komen Nederland, Denemarken en Duitsland en Portugal in actie. In juli zullen we net al weten als er een nieuwe Europees kampioen komt of als Spanje haar titel mag behouden. Want dan is de grote finale. Er komt een nieuwe manier van lesgeven. Niet alleen versjes opzeggen, maar heel actief bezig zijn met de lessen. Dus niet alleen lezen en schrijven, maar in groepen onderzoek doen naar bijvoorbeeld de geschiedenisles. De eerste bewoners, de oorspronkelijke inwoners, de inheemsen, zo werden zij genoemd, de Indianen. Onze voorouders konden het zware werk niet aan, daarom kwamen er heke slaven uit Afrika. We hebben allerlei gebruikvoorwerpen zoals kruiken, hangmatten, prappie, we houden van vis, wild, kassavebrood en peperwater en gassiri. Op de A.R. Eynaertschool wordt een nieuwe manier van lesgeven al sinds het begin van het schooljaar toegepast. En de kinderen zijn wild enthousiast om te laten zien wat ze hebben geleerd over de verschillende culturen van ons land. Dus we hebben vandaag over onze geschiedenis gepresenteerd. We hebben speciaal in onze geschiedenisboek gekozen, culturele van Suriname. Ik was in de groep van de Javanen. Ik heb uitgebeeld hoe de Javanen praten. Vandaag heb ik geleerd over de cultuur en de geschiedenis van de Marons-groepen en de Indianen. Hoe zij eten en dansen. Ja. We wilden een nieuwe manier van lesgeven toepassen bij deze kinderen, namelijk samenwerkend leren, waarbij ze in groepen zelfs informaties moesten gaan inwinnen. Zelf over, het ging toevallig over de verschillende culturen, de bevolkingsgroepen van ons land en de godsdiensten. Dus moesten ze zelf naar informatie gaan zoeken, zelfs mensen gaan vragen naar de klederdrachten. Kijk naar onze kleding. Vroeger was het heel anders. Dan moesten kinderen alleen maar naar de juf luisteren en de lessen uit het hoofd leren. Maar op deze manier geschiedenislessen volgen is voor de kinderen spannend. Toen ik in de lagere klas was, moest ik uit mijn boek leren of uit mijn schrift. En ik vond het niet echt zo leuk. En ik begreep het ook niet. En toen ik in de zesde ben gekomen, moet ik het uitbeelden en ik begreep het wel. Nadat we dit hebben toegepast, hebben we gemerkt dat die cijfers hoger zijn geworden. De kinderen scoren hoog met geschiedenis. Dus ik vind het heel goed. Dat is dus zeker een goed teken. Ook de kinderen die normaal de lessen niet zo snel begrijpen, kunnen betere cijfers behalen. Het MINOF wil dat alle scholen deze nieuwe methode invoeren. Kinderen worden dan meer betrokken en kunnen hoger scoren bij de repetities. En dat was het weer voor deze uitzending. We zijn er maandag weer. Prettig weekend!